ik ook een slecht uitstrijkje gehad van de bevolkingsonderzoek voor de baarmoederhalskankertest. Ja. Dat was een stuk onaangenamer dan de vorige keer. We zijn aan het wachten op de fotograaf en de visagist. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve datties! Hoi, lieve datties. Welkom bij weer een nieuwe video. Wat een gehaast. Oeh, het is 25 oktober. En ja, ik denk ik dof me op, want ik heb een afspraak met de gynaecoloog waar ik weer met mijn benen wijd moet. Dus ik denk, ja, moet je er toch goed uitzien. Ja, voor de mensen die nog niet zo lang ons volgen. Begin dit jaar heb ik ook een slecht uitstrijkje gehad van de bevolkingsonderzoek voor de baarmoederhalskankertest. Er kwam een kindje aan. Toen heb ik een uitslag gehad, 1 stadium voordat de baarmoederhalskanker werd. Ja, schatje. Er kwam een kindje aan. Oh ja, gelukkig zat papa hem, hè. Ja, en dat was dus, dat heette dan SIN 3. En ja, daar moest ik ook aan geopereerd worden. En toen had ik dus ook al doodsangsten. Omdat, nou ja, zoals ik al vaker heb gezegd, mijn oudste zus die heeft baarmoederhalskanker gehad. Gelukkig overleefd. Maar er moest ook van alles uit. Nou ja, ja, toen was het dus... zei ik ook, er is niks aan de hand. Ja. En dat was toen ook weer niet het geval. Dus ik ben toen geopereerd aan een lissectissie, noemen ze dat. Dat ze eigenlijk het stukje eruit halen. En nu is de controle. Ja, en dat is toch weer spannend. Weer spannend. Maar dan weer voor iets anders. En ja, kijk, het zal hoogstwaarschijnlijk geen, in ieder geval geen kanker zijn. Want ja, ik heb ook een PET-scan gehad voor mijn borst. En als dan toch daar ook iets te zien zou zijn, dan hadden ze dat waarschijnlijk wel gezien. Maar ja, hopelijk is die SIN 3 wel helemaal goed weggehaald. En ja, hoeven ze daar niet nog een keer wat aan te doen. Nee, man. Kunnen we er niet echt bij hebben. Kunnen we er niet bij hebben. Dus wow. Ja, nou. Kijk, hé, hey, plekje, dat is mooi. Nou, we gaan een beetje opschieten, want Sergio die moest vanuit zijn werk racen. En Jessie moest mee, dus... we moeten rennen, vliegen, springen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Nou, dat was het weer. Dat was een stuk onaangenamer dan de vorige keer. En ja, dat komt natuurlijk doordat alles een beetje uitgedroogd is daarbinnen. Helaas. Want ja, ik ben in de overgang gebracht. Dus dat was even een stuk minder prettig. Dus ik zit daar en zij zegt, die man doet mij pijn. Dus ik denk gelijk, doe jij. Bandel. En ja, hij heeft dus nu een uitstrijkje genomen. En dat duurt dan nou ja, normaal 2 weken, maar hij is er nog even een weekje weg. Dus over 3 weken krijg ik een telefoontje. Wauw, 3 weken pas. Ja. En dan hoop ik dat het gewoon goed is. En is het niet goed, ja, dan moet hij er nog een keer met een, wat zei hij nou, microscoop kijken. En ja, dan kan het mogelijk zomaar zijn dat ik nog een keer geopereerd moet worden. Nou, hij zei 80% is het meestal zo, bij 80% is het meestal zo dat het gewoon weg is na een lissectissie. Of in ieder geval misschien nog maar een pap 1 of zo, dus dat is heel weinig. Ja. Het zijn toch niet de marges die we willen horen. Is het bij 20% kan het zomaar zijn dat we er nog wat mee moeten doen. Dan een pap 2, pap 3 is of zo. Ja. En dan moet ik weer onder het mes. Mama. Echt, 2021 kan zo door het toilet gespoeld worden. Echt waar. Mama. Vingerskwast. Ja, schatje. Mag ik meer? Ja, je krijgt zo meer. Nou ja, we zijn nu onderweg naar Drunen, want wij gaan iets ophalen voor mijn moeder, namelijk een afzuiger die zo uit de plaat komt zetten. Ja, een downdraft. Ja. Downdrafter van Simons. Nu zijn wij dus ook heel benieuwd. Het is rood, het is rood. Ja, ik dacht... Nee. Het was oranje. Ja, maar er zitten hier ook echt vol met flitsers, hè? Nee, hier niet. Nou ja, in ieder geval, we zijn ook heel erg benieuwd. Voor de duidelijkheid, ik had moeten stoppen, maar Ja, soms zit je echt zo in zo'n ding. Nou, wij zijn ook heel erg benieuwd. En misschien kunnen we nog wel meer dingetjes zien daar. En ik ben benieuwd of we al wat gaan horen van de claims die we hebben gedaan. Oh my god, die claim. Ja, ik zit de hele dag al met een knoop in mijn buik, jongen. Hé, had jij vanavond nog eens tijd voor een zanglesje? Moet ik even kijken in mijn agenda. Oké. Heb je er wel genoeg geld voor? Via de mail zou willen bevestigen. Ik betaal op andere wijze. Ik betaal met PayPal. met crypto's. Ze lief. Wie is dat? Pien, hè? Zeggen ze de prijs. Jessie, wat gaan we zeggen? Blijf. Wat zeggen we dan? Surprise. Surprise. Wacht. Even wachten. Wat zeggen we dan? Ze ziet ook vast dat die rommel niet. Ja, dan ga je de deur open. Nou, daar had ik echt helemaal niet bewaard. Zijn we Pleis? Pleis! Het gaat! Oh, je moet gelijk aan de bak. Het was maar een dagje wel weer, schat. Alleen maar avonturen met ons. Even een afzuigkapje ophalen die er volgens mij helemaal niet in past. Oh nee, heb ik nog niet verteld. Nee, daarom. We hebben ook helemaal niet gefilmd, toch? Nee. Ik ben weer Tetris Master in real life geweest. Het is gelukt, maar ja, hij kwam dus met een doos aan die echt 4 keer groter was dan ik in gedachten had. Ja. Ja, dus nou goed, die hebben we even afgezet bij Oma Petra. En die nemen hem dan weer mee als zij ergens volgende week langskomen. Zodat wij gewoon op een normale manier naar huis kunnen rijden en dat het allemaal veilig is. Precies. Dat is. Goedemorgen, het is 26 oktober en wij zijn onderweg naar Rotterdam, naar sluitertransport. Want we gaan even ons pakket bekijken die dus helemaal kapot aankwam. Die gaan we even bekijken, we gaan even extra foto's maken, we gaan eventjes filmen, zodat we dat allemaal in orde hebben. En ja. We kunnen beter autovlogs gaan maken. We zitten meer in de auto dan het andere regen doen. We zijn veel onderweg. Ah, daarna gaan we iets leuks doen. Ja, dan gaan we weer naar een badkamerzaak. En dan gaan we eens even kijken wat zij allemaal hebben en kunnen bieden. We blijven gewoon vrolijk, we blijven gewoon bezig. Ja. Meteen heb je zo'n uitgang. Kijk, wij rijden zelf wel met schuifschijvers, dus dan zou je via de zijkant kunnen laden lossen, maar bij de container is het niet om een aandeel te doen. Was gewoon, of dat het inderdaad... Nou, dat is een hoekje. Nou, we zijn bij Sluiter geweest, hebben de foto's en video gemaakt. We hebben gezien dat hij ook aan de andere kant ook gebarsten was. Ja, er is weinig van over, maar wie weet kunnen we er nog iets leuks van een mozaïek van maken straks. Ja, zien we dan. Misschien voor buiten of zo. We zijn nu in ieder geval bij Stone Company. Ja. Terwijl ik een lekker smeetje weg aan het sminten ben. Ik ga bijna binnen, ja. Want ik moet plassen. Ja, ik ook. En ik wil een badkamer. Mooi. En tv'tje. Genoeg ruimte voor je. Ja. Dit is wel het houtwater. Maar wel veel groter. Misschien hebben we nu een ontwerp. Misschien als we hier wegkomen dat het ontwerp er helemaal ja. Goedemiddag. Het is woensdag de 27e van oktober. En ja, het is de één na laatste chemo. Het zit er bijna op. Ik heb voor de verandering is even een doek omgedaan. Ik denk, ja, laat ik ook nog even de andere dingen doen. Voordat mijn haar ineens echt te lang begint te worden. En dit heb ik allemaal niet meer nodig. Ja. En ik heb me iets warmer aangekleed. Iets warmer aangekleed, zegt ze dan? Ja, een vest met een bondje en zo. Want we hebben dus nu de handschoenen en de sokken in de vriezer gedaan. In plaats van in de koelkast. Dus ik denk, nou, als de rest er maar warm blijft, dan hou ik het misschien, hoop ik het gewoon vol te houden. We gaan meemaken. Het is in ieder geval goed gegaan, want ik heb eigenlijk afgelopen week dus niet last gehad van echte tintelingen in mijn vingers en zo. Ik heb je niet gehoord inderdaad. Nee, alleen als ik uit bed stap, dan moeten mijn voeten even acclimatiseren waar dit zit. Dus ik hoop dat het nou ja, zo blijft doorgaan. En hierna nog maar één. I can't believe it, I can't believe it. Hey, een hele goede morgen. Ik kan het niet. Het is lekker vroeg. In huizen. Jessie. Oma die is achter ergens. We zijn aan het wachten op de fotograaf en de visagist. En we zo meteen als echte filmsterren worden we opgemaakt. We gaan mooie foto's maken voor Ouders van Nu. Het interview zelf is helemaal klaar. Het mok zelfs, dank u. Zo meteen mijn dingetjes weggooien. Het mok zelfs langer zijn dan gebruikelijk, want ze vonden het verhaal zo mooi en open en daar konden ze wel wat mee, hè schat? Zeker. Ik heb gisteren voor de eerste keer een hele lange tijd gemediteerd. Ik heb Japanse meditatiemuziek opgezet. En ik ben lekker op bed gaan liggen. En ik was heel ontspannen. Hè schat? Ja. Ik kwam René erbij liggen. En toen zei ze na een paar uur, zei ze, je snurkt. En toen zei ik, sliep niet. Ik was gewoon ontspannen. Ik vind het zo gek dat je dat dan niet hoort. Dat vind ik zo raar. Nou, laten we zeggen dat het ergens tussen slapen en ontspannen in was. Meestal denk ik. Ja, ik viel wel snel in slaap ook daarna. Nou ja, ik weet, het was fijn, het was lekker. Dus dat gaan we vaker doen denk ik. Herhaling vatbaar. Wat zeg je? Voor herhaling vatbaar. Voor herhaling vatbaar, ja. Misschien mijn oren een beetje laten spuiten, want ik hoor echt helemaal niks. En Jess? Ja. Ja. Wat zei jij toen je wakker werd? Ik weet het niet. Nee. Ik kan het niet doen. Hij zei, ik hou zo van jou. Dat is een goed begin van de dag. Kijk! Ja, is dat 2, 4, 5, 8? Ik heb wel eens een mannetje. Ja, zal ik dat doen? Ja. Oké. Okay. Dora. Moet je wel even gaan zitten, hè? Anders kan je Dora niet zien. Maak ik je nu nog zenuwachtig? Nee, helemaal niet. Oh, kijk, ik dacht dat jij veel had, schat. Ja, hè? Laat maar niet aan Jessie zien. Al die kwastjes. Ik dacht dat ik. Ik dacht hij natuurlijk. Doe mij ook een beetje. Geweldig. Ja. Nou, ik dacht dat serieus. Je zag me gaan. Hallo? Oh ja. Even tussendoor. Hi. Mooi. Ja. Ik zag eens wat even. Mooi hoor. Shiny. Ja. Gaan we Jessie's haar nog doen? Jessie's haar nog, hè? Ja. Een mooie brug. Ja, van jou. Eerst wat binnen, dus met z'n drietjes. 1 foto's van Jessie alleen. Dat zijn van 6, 7 foto's. Jessie, hoe lang ben jij? Een familieportret. Heel mooi. En als jij op school bent, dan is het even op de schoot. Kijk, ondertussen even lekker aan voetballen in de tuin. Er zullen ook nog foto's gemaakt worden. In de bol. In de bol. Nee. Oké, hele knaveltjes. Komt ie. Ja. Oh. Ah. Hier zie je. Het is heel mooi. Zo, we hebben ook nog eventjes wat mooie foto's gemaakt. In het mooie Zuiderpark. Zelf. Ondertussen zijn oma Anja en nichtje Esmee ook aangekomen voor de gezelligheid. En it's a wrap! Ik ben zo benieuwd. Decembereditie, Ouders van nu, dan moet hij in de winkel liggen. Zo, we zijn thuis. De fotoshoot is voorbij. En we gaan even lekker naar bed. Ik ga rusten. En wij naar het strand. Lekker eruit. Ja. Hey mee S? Ja, sla hem even op. Top. Sla jij hem even op? Ja. Top. Nou, tot strakjes baby. Tot plezier. Nou, we zijn lekker op Kijkduin. We hadden alleen even geen rekening meer gehouden dat alle strandtenten al dicht zijn. Dan zou je dus teleurstelling hè? Jammer ja, want het is heerlijk weer. Dit is echt niet normaal. Het is gewoon windje, oké, maar het is gewoon 18 graden, volle zon. Ja, jammer dat we geen cappuccino konden doen. Hè, Jessie is lekker weer... Oh, het valt wel mee. Ik wou zeggen, hij is aardig gepaneerd in het zand, maar... Het is er alweer af. Oh, dat is splintermateriaal. Goedenavond, het is 29 oktober. Ik ben lekker bezig met een vlog voor jullie. Wat ik nog even wilde zeggen, want er zit nog maar 1 chemo aan te komen. Ik kan het nog steeds niet geloven, wauw. En ik dacht, misschien is het dan wel leuk om daarna even een Q&A te doen. Dus ja, stel jullie vragen. We zullen ook even een berichtje zetten in de community bij YouTube. Zodat jullie daarop kunnen reageren. Dus zijn er vragen die jullie hebben. Die we misschien nog niet beantwoord hebben. Of misschien vragen die jullie gewoon nog een keer willen stellen. Ja, zet ze daar in de comments. Of stuur ons een mailtje. Dat kan ook. Of via Instagram. DM en dan proberen we ze te verzamelen. En als we genoeg leuke vragen hebben, dan kunnen we daar een leuke Q&A van maken. Is er geen behoefte aan, dan doen we het gewoon lekker niet. Maar ik dacht, dit is misschien wel een leuke gelegenheid. En dan kijken we eens eventjes wat daaruit komt. Voor mij is het in ieder geval een enorme mijlpaal dat gewoon ik die 5 maanden gewoon geneeld heb. Het is gewoon voorbij de chemo. En ja, dan kunnen we ons weer druk gaan maken over de uitslag van de MRI en de operatie die eraan zit te komen. Maar het eerste deel zit erop, jongens. Wauw. Nou, ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie dit een leuke vlog. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En dan zien we jullie weer heel graag bij de volgende vlog. Ciao!